Dit is Assassin's Creed Nightflag. Hallo mensen van KingSB en welkom bij Assassin's Creed Lag Flag. Ja, flauwgrapje. Waarschijnlijk ga ik heel veel lag hebben in deze aflevering. Dus ik ga gewoon wat fort veroveren. En ik kijk wel. Misschien ga ik nog wel wat doen. Ligt er een beetje aan. Maar ja, die is dood. Dus mooi. Dat is mooi. Kijk, lag. Dat noem ik nou lag. Ja, daarom ook lag flag. Hey, wow, vandaar. Wow. Niet verwacht, man. Ik wel. Oh, nou, pech. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Laten we maar een heel mooi mortiertje doen. Ik kan het niet zien. Gewoon, ja, ik kan het hem niet zien. Nu ben ik heel erg boos. Nee, eigenlijk niet. Valt wel mee, weet je. Ik ben niet echt boos. Ik deed de verkeerde knop. Dat gebeurt wel eens. Ik wil niet. Ik wil niet dood. Jongens, ik wil niet dood. Jongens. Hey, Fort. Eén dingetje. Ik wil niet dood. Ondanks de lek wil ik alsnog niet dood. Hey, wow, dat is ook iets nieuws. Ja, toch wel. Oh nee, fuck, nee. Doe het niet, gewoon niet. Dit gaat mij lukken, ik weet het zeker. Ik had hem al eerder opgenomen, maar ik vond het gamegeluid echt veel te hard staan. Dus ik denk, fuck it, YOLO, overnieuw. Oh yeah, niemand zegt me YOLO, maar dat boeit me geen hol, want... Dan ben ik maar niemand. Weet je, boeit me niet. Of ik nou niemand heet. Of Sander. Of iedereen. Of Mand. Nou, niemand. Vandaar die Mand. Ik weet ook niet eigenlijk. Mand. Waarom is het Mand? Ja. Ik moet echt die grap veel meer maken. Ik kan hem laatst ook al in de vorige random. Ik maak hem wel steeds in mijn random video's. Wat is dit? Waar gaat het heen met de wereld? Help me. Flipping. Oh nee. Zoals je ziet, lag nu. Ik wou iets anders zeggen. Maar zoals je ziet, vijandelijke dingen, schepen. Ja, dus vandaar. Oh ja, trouwens, waarom die in het Engels is? Ik ben een skere boy. Ik heb hem al een keer voor de PlayStation gekocht. Toen dacht ik, hey, yo, ja. Ik ga hem niet voor de PC kopen. Ik vind het al knap dat hij het doet. Überhaupt. Ik had verwacht dat het mijn PC niet eens aankon. Zo erg is het. Ja, zo erg is mijn PC. Maar misschien had je dat ook al gemerkt in andere video's. Ja. Hey Sander, je bent geniaal. Nee, ben ik niet. Nou, pech. Gewoon pech. Meer heb ik niet erop te zeggen. Spring maar. Hoor. Zo heel moeilijk is het nou ook weer niet. Gewoon springen. Is dat nou zo moeilijk? Zoals ik kan dat. Wat ik niet kan is zo'n dode sprong maken. Ik snap echt niet hoe hun dat doen. Ik zou dan echt al lang dood zijn. Ja, echt. Fucking. Mensen. Mensen. Gewoon mensen. Het zijn ook gewoon mensen. Assassins zijn ook mensen. Je kunt wel zeggen. Ja, we zijn in mijn mensen. Zijn het wel? Hou gewoon je kop dicht. Of gaat dood. Nee, doe dat maar niet. Dan heb ik weer een kijker minder. Ja? Hè? Kijk, dat ik gierig ben, betekent ook dat ik gierig ben op kijkers. Ik weet ook niet wat dat ermee te maken heeft. Weet ik veel. Ik probeer grappig te zijn hier, oké? Met nadruk op proberen. Ik ben het niet. Dat je dat even weet. Ik ben niet grappig. Ik probeer het alleen maar. Wow. Dik shit, jongen. Dik shit. Ik kan ook gewoon F doen. Ha, dood. Wat? What the fuck? Hoezo is die niet dood? Echt. Nou. Echt. Ik heb het verkeerde. Ja. Nee. Doe eens eventjes niet, man. Hey, ik wil je alleen maar dood maken. Doe niet zo moeilijk, man. Echt, serieus. Jij ook even dood. Kom op. Ik weet niet waarom. Ja, graf je al over. Maar gewoon. Oh. Hij gaat boos doen hoor. Ja. Goed zo jongens. Goed zo. Jullie begrijpen het leven. Ik niet. Ja, ik eigenlijk ook wel.
Ja, nou, dat ging goed, dat ging goed. Oh, mogen we hem ook killen? Ja, dat gaan we zo doen. Ja, ga niet bewegen, lul. Ja, zo, die is dood, die is dood. Ik probeer een headshot te maken. En dat probeerde hem, ja, dat lukte. Doordat ik het probeerde, hè. Dus, jongens, blijf proberen. Blijven proberen. Nooit opgeven met proberen. Dan lukt het. Je zag het bij mij, hè. Kijk. Oh. Oeh, kijk. Ja, ik denk dat we... ja, dat we ook nog eens gaan... Oeh, trouwens, ik heb dit gezien bij Ayordi. Oh, dat is echt zo... Dat is echt... echt OP. Maar ja, ik wou deze dingen doen. Alleen die zijn heel sterk, weet ik. Dus welke zijn... Als ik nou daar naartoe vast travel, dan ga ik hier... dan ga ik hier mijn setpoint neerzetten. Ik weet niet of dat goed Nederlands is. Maar hey, YOLO. Dan kan ik daar snel naartoe. En dan kunnen we nog eventjes van die dingen doen. Ja... Ik had het al een keer eerder opgenomen, alleen toen was mijn geluid slecht. Ik weet niet of ik dat al verteld had. Maar ja, je kon mij niet verstaan. En je had zoiets van de games van... Ah, mijn oren gaan door die kanonschoten en alles. Ja, zoiets in die richting. Niet helemaal, maar ja, toch wel iets in die richting. Ja. Nou, Edward staat zo te wachten. Trouwens, ik vind Edward leuk als Ezio. Ik weet niet waarom, maar ja. Ja, ik weet niet. Ik vind hem toch leuker. Ja. Ja. Dat is gewoon mijn mening. En ja. Zoals je ziet. Ik heb echt fucking lag. Gewoon lag for the win. Wat? Kijk dan. Waar staat mijn waypoint? Ik had toch een waypoint gezet. Guys. Waar is mijn waypoint? Ik drukte. Ja. Waar is mijn waypoint? Die had ik net gezegd, dat weet ik zeker. Of ben ik dom? Vergeetachtig. Weet ik veel. Heb ik dat net gedaan? Ik weet het nu niet meer. Volgens mij wel. Dat heb ik toch gedaan. Nee, dat heb ik echt gedaan hoor. Nou ja, maakt niet uit. Hè? Ik bedoel, we gaan niet dood om. Gelukkig. Gelukkig niet. Weet je, kijk, dat is niet echt een hobby van mij, doodgaan. Is het die van jou wel? Ja, leuk. Succes ermee, succes. Echt serieus, nee, ik meen het. Weet je, ik wil iedereen natuurlijk succes wensen met zijn hobby. Wat het dan ook is, behalve roken. Of alcohol, nee, weet ik veel. Je mag alles doen voor mij hoor. Mij boeit niks. Moeten je ouders beter op je letten. Dus ouders, voed je kinderen beter op. Laat ze niet naar zijn knol kijken. Of Rick Broers, aangezien die nogal wel scheldt. Niet dat het een slecht gamekanaal is. Maar hij scheldt gewoon veel. Ja, dat is gewoon... Ja, ik weet niet. Dat is gewoon een feit. Unleash the Harpens. Ja. Heb ik al verteld waarom ik... Nou, boeit ook niet. Trouwens, ik vond deze... Vind ik wel niet het leukst. Ik weet niet of ik deze ook leuk vind als 2 en... Brotherhood, aangezien ik hem nog niet helemaal heb uitgespeeld natuurlijk. En Brotherhood en 2 wel. Maar ik vind hem wel echt een hele leuke game. Veel sidequests die leuker zijn. Ja, dat is gewoon zo. Het is gewoon zo, ja. Nee, want het is maar nee, dus dat kan niet zo zijn. Maar dat boeit niet. Ja, waar ga je naartoe? Waar ga jij in hemelsnaam naartoe? Oké, dit kan maar gaan lukken. Met nadruk op kan. Het kan ook misgaan. Hè, dat is toch al hard gegaan. Oh, nee, ik wil dit zo graag dat het lukt. Dus werk even mee. Ja, yes, ik heb hem. Dit was nog niet gelukt. Dus ik denk van, ja, ik weet niet wat ik denk. Ja, wat denk ik eigenlijk? Ja, ik dacht, hier kan ik wel een aflevering mee vullen. Maar nu is die volgens mij kort. Ik dacht de vorige aflevering echt zo van... Of de vorige keer dat ik dit opnam, dacht ik van... Oh, dat is volgens mij wel iets te lang. Maar ja.
Ja, ik moet ook nog editen en aangezien er zwarte randen bij zitten, gaat dat heel veel tijd kosten om te renderen. Dus dan start ik hier toch maar de aflevering, aflevering af. Doei, gewoon doei, oké? Gewoon doei, doei. Laters, eigenlijk, dat is mijn woordje. Ja, doei.